Expedities hebben altijd een meetbaar doel. De hoogste top, de langste oversteek, de snelste tijd. Was ik zelf ook jarenlang van in de ban. Eerst de Nederlandse over de Groenlandse ijskap, dwars door IJsland. Tweede bij de Marathon de Sabelen. Eerste bij de UTMB. Nederlands kampioen 100 kilometer. Maar als je nou eens helemaal geen doel hebt en gewoon alleen maar wil zijn, is dat voldoende? Binari ligt nog maar een paar uur achter ons. Maar het voelt nu al als thuiskomen. Verlost van alle afleiding die we ons dagelijks leven noemen. En ik weet zeker, dit is geen vakantie. Dit is een manier van leven. Een open kano is ideaal om mee te zwerven. We hebben voor 3 weken eten mee, zijn volledig onafhankelijk. En zonder haast. Dat doet die kano met me. Sinds we hem gebouwd hebben, nu 7 jaar geleden, heb ik echt geleerd wat vertragen betekent. Water. Het grootste deel van de aarde bestaat eruit. Maar kennen we het echt? We denken van wel, omdat we het zien, terwijl we met onze voeten op de aarde staan. Maar zodra we die grond verlaten, het water betreden, beginnen we te begrijpen dat het een andere wereld is, met een eigen taal. Een oude Sami-gedachte was dat alles een ziel heeft. Niet alleen de mens dus, maar bijvoorbeeld ook het water. Tegenwoordig wordt dat al gauw afgedaan als onzin. Maar oordelen we niet te snel? Wij die niet eens beseffen dat we de taal van de natuur verleerd zijn. We varen helemaal niet elke dag. Veel te leuk om rond te scharrelen. Om iets van die taal te leren. Thank you.
De Sami wisten dat die natuurtaal woorden overstijgt. Dat het om iets anders, iets veel intuïtievers gaat. Een diepe verbondenheid met de natuur. En dat hoor je terug in hun traditionele lied, de Joik. We hebben niet eens een route uitgestippeld. En eigenlijk vind ik dit het mooist. Zonder vooraf bedachte lijn. Die vrijheid. Dat we hier voor even wonen.
En precies dit thuisgevoel, dat je bent waar je het liefste wil zijn, dat ontbrak bij al mijn races en expedities. Terwijl ik voortdurend, ook toen al, op zoek was naar een dieper gevoel van verbondenheid met de natuur. Maar ik moest toch blijkbaar eerst woestijnen en ijskappen doorkruisen om te ontdekken dat echte verbondenheid alleen zonder tijdsdruk of strak routeplan te vinden is. Hiding. Everything in life feels very frightening. And I love him so much that I longer don't know why even. So violent, my mind, every thought I have undone. Hoe ver, hoe snel, hoe hoog, hoe lang? Misschien is het steeds alleen het eerste woordje dat ertoe doet. Hoe je hier buiten wil zijn. Dit soort plekken opzoeken, die natuurtaal weer leren spreken. Misschien wel de mooiste uitdaging tot nu toe. Oh,